In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik elke week met een partijvoorzitter en met twee Vlaams parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Elke partij die een fractie heeft in het Vlaams parlement komt aan bod. Die partijvoorzitter, dat is deze week niet gelukt. De N-VA stuurt zijn ondervoorzitter. Dag dames en heren, ik praat met Sieltje van Achter, ondervoorzitter van de N-VA, Brussels parlementslid en lijsttrekker in Schaarbeek. Nog aan tafel de Vlaamse parlementsleden Manuela van Verde, die in Antwerpen deelneemt aan de verkiezingen, en Axel Ronsen, kandidaat voor de gemeenteraad, maar dan in Kortrijk. Welkom allemaal. Sieltje van Achter. De vorige gemeenteraadsverkiezingen die waren succesvol voor uw partij, toch in de eerder grotere steden en gemeenten. De CD&V is toen in landelijk gebied marktleider gebleven, levert daar de meeste burgemeesters. De ambitie van de N-VA, het is al vaker gezegd, is ook daar door te breken. Is de nederlaag als dat niet zou lukken? Het is uiteraard de ambitie om de grootste volkspartij te blijven te zijn en ook op lokaal niveau. We willen natuurlijk in zoveel mogelijk steden en gemeenten besturen, de verandering inzetten. Dus ja, we hebben natuurlijk die ambitie. We hebben heel wat lijsten ingediend. In meer dan 261 gemeenten zijn de lijst ingediend. We hebben de meeste kandidaten die zich voorstellen met de verkiezingen. Dus ja, we gaan er wel voor. Het is echt wel onze ambitie. Zou het een nederlaag zijn, was de vraag. Moest het niet lukken, die doorbraak op landelijk gebied? Een nederlaag? Goh, ik geloof er wel sterk in dat we dat gaan realiseren. Want eigenlijk de focus, hè. Jullie hebben die daar zelf gelegd. Ja, uiteraard wil je natuurlijk zoveel mogelijk je programma kunnen realiseren. Daarvoor heb je zoveel mogelijk burgemeesters nodig, zoveel mogelijk schepen en in zoveel mogelijk besturen te geraken. Dus dat is wel echt de ambitie. Natuurlijk, ja, een sterk mandaat van de kiezer nodig en of een nederlaag. Nee, we zien dat wel 14 oktober. Overigens, die lijsten, zijn die een weerspiegeling van Vlaanderen? Staan er mensen met een kleurtje op, met een andere origine? Mensen die niet de klassieke Witte Vlaming zijn? Uiteraard. Hè. We hebben heel wat mooie kandidaten. Hè. Ik heb er al heel wat ontmoet. We hebben in Brussel natuurlijk, maar zelf in Antwerpen bijvoorbeeld, Sevilla Jaltintas. We hebben ook wel de eerste burgemeester. Ja, jullie zijn naar de verkiezingen getrokken. Jullie zijn naar de verkiezingen getrokken met de slogan Veilig thuis in een welvarend. En dan kan je de plaatsnaam zelf invullen. Er kwam snel commentaar. De N-VA probeert er nationale verkiezingen van te maken. Nu, je zal maar die lokale mandataris zijn van een landelijke gemeente die je dan wil veroveren. De kans is natuurlijk groot dat hij moet vaststellen, ja, er is bij ons helemaal geen veiligheidsprobleem. Wat moet ik met die slogan vanuit Brussel of vanuit Antwerpen? Nee, ik merk dat niet, want veiligheid heeft veel aspecten. Dat gaat ook over veilige fietspaden, over missing links op fietspaden. Dat gaat over straatverlichting, dat gaat eigenlijk over heel lokale problemen. Dus een lokale mandataris in, ik zeg maar iets, de Westhoek, kan die slogan even goed gebruiken? Je kunt dat perfect invullen. Ja. Invullen naar je lokale benodigdheden. En in Brussel is dat natuurlijk een groot thema, de veiligheid. Ik kan me invullen. Dat in meer landelijke gemeenten een ander aspect wordt, maar ook camera's. Je hebt heel wat mogelijkheden. We moeten het niet altijd associëren met identiteit, die veiligheid. We hebben drie aspecten. Dus we gaan voor een veilig beleid, we hebben ook een verantwoord bestuur en ook voor een Vlaams. En dat natuurlijk ook belangrijk is. Ja. En dat is, het Vlaams gaat dan over de taal leren, het burgerschap en al die dingen. Die lokale accenten, in Kortrijk, Axel Ronsen, waar jij opkomt, kan je die leggen? Ja, absoluut. Ik had geen ander antwoord gevraagd. Ik wil natuurlijk wel weten, welke lokale accenten heb je dan gelegd? Wel, ik ben kandidaat burgemeester in Kortrijk. Voor ons zijn drie zaken heel belangrijk in Kortrijk. Het eerste is het identitaire. We hebben daar een vierplan voor uitgewerkt. En waarover gaat dat? Maar dat doet mij al een beetje denken aan andere steden en gemeenten, hè? Dat identitaire. Ja, absoluut. Het identitaire is... De vraag was, kan je lokale accenten leggen? Kan jij accenten leggen waarvan je weet, die kan Manuela van Verde absoluut niet leggen? Want dit is typisch Kortrijks. En past in onze slogan. Iets heel typisch Kortrijks dat past in onze slogan. Dat gaat bijvoorbeeld over alles wat te maken heeft met groene ruimte, open ruimte. We stellen vast dat Kortrijk link dat nu is nog heel met veiligheid? Weinig... Met veiligheid? Wel, het gaat over leefbaarheid en levenskwaliteit. Als we het hebben over veiligheid, dan gaat dat bijvoorbeeld over voet- en fietspaden. Wij hebben als partij in Kortrijk ons financieel programma bekendgemaakt. Meer dan 10 miljoen euro voorzien we voor nieuwe veilige fiets- en voetpaden. In Kortrijk is dat een enorm probleem. We hebben woonbuurten die gebruikt worden als sluipwegen, mooie buurten, waar mensen echt zeggen van kijk, hier passeert veel te veel snel, gevaarlijk verkeer. Onze kindjes durven wij niet meer met de fiets naar school sturen. Dat is veiligheid, dat leeft bij de mensen, dat is belangrijk. Maar identiteit is ook belangrijk, ook in Kortrijk en ook daar is dat toch uniek. We stellen vast, er zijn heel wat nieuwe Kortrijkzanen. Nogal wat mensen worden daar, als het gaat over integratie, in verenigingen gestoken,
waar ze vooral met elkaar zitten en een stuk geïsoleerd zijn en waar het gevoel om nieuwkomer te zijn eerder versterkt wordt. We hebben iemand, Tigran Atanasian, dat is een Armenier die op onze lijst staat, 22 jaar geleden naar Kortrijk gevlucht vanuit Armenië, vader vermoord. Die man heeft zich in een theatergezelschap ingeschreven, theatergezelschap Antigone. Die man heeft daar meteen vrienden gemaakt, sociaal leven opgebouwd, heeft daar het Nederlands geleerd. En voor ons, ons belangrijkste speerpunt eigenlijk in Kortrijk, en dat gaat over het identitaire, dat is net dat Tigran-model. Ervoor zorgen dat nieuwkomers veel sneller aansluiting vinden in die Kortrijkse samenleving. Niet de afkomst, maar de toekomst telt. En dat is eigenlijk, dat zijn ook lokale accenten. Lokale accenten die je vanuit een lokaal bestuur kan ondersteunen dan en ook sturen voor een stukje? Dat moet vooral vanuit een lokaal bestuur gestuurd en uitgewerkt worden. Ja, maar nu willen van Weerde, ondanks de mogelijkheid om lokale accenten te leggen, zie ik het pleidooi voor buurtinformatienetwerken in heel wat steden en gemeenten waar N-VA aan de verkiezingen deelneemt, opduiken. Nu, ik lees dat zowat de helft van de netwerken die vandaag al bestaan zich in de provincie Antwerpen bevinden. Hoe moet ik mij zo'n netwerk voorstellen? Want ik maak er zelf geen deel van uit. Hoe moet ik mij zo'n netwerk voorstellen? Zijn dat WhatsApp-groepjes waar mensen elkaar dan op de hoogte brengen van wat er in hun straat aan het gebeuren is? Dat zijn inderdaad WhatsApp-groepjes, inderdaad, die bestaan, maar netwerken en wijkverenigingen en zo, dat kan ook de vrijwilligers zijn die de lokale politie helpen ondersteunen en die de straat op gaan met mensen praten en ja, de samenleving evalueren en zien waar liggen de problemen en die doorgeven. Ja, nu, waarom ik het vraag is omdat heel snel de indruk ontstaat dat worden verklikkers, groepjes op WhatsApp. Dat is toch niet de samenleving waar we naartoe willen? Nee. Ik wil het eerst maar als je de samenleving laat ontmijnen door bepaalde mensen, laat ondermijnen door bepaalde mensen, ja, ik weet niet of dat met verklikken te maken heeft. Als ik in een onveilige buurt woon en ik geef aan waar dat de problemen zitten, is dat verklikken? En aan wie moet je dat dan, aan wie moet je het aangeven? Aan de politie dan? Aan de politie, uiteraard, ja. Silke van Achter. Ik hoorde onlangs op de radio iemand een pleidooi houden, ja, mag niet zeggen tegen forums op het internet, maar de toon op sociale media is vaak ruw en dat heeft ook wel gevolgen. Mensen voelen zich dan bedreigd, worden misschien ook bedreigd. Als je natuurlijk die WhatsApp-groepjes in het leven roept, ja, dat wordt niet echt gemodereerd. Riskeer je dan toch niet die ruwe toon te introduceren? Nee, denk ik niet. Allee, we zien ook in Schaarbeek bijvoorbeeld dat buurtbewoners zich organiseren via WhatsApp-groepjes. Het probleem daar is dat de burgemeester niet meewerkt en dat de politie niet mag meewerken. En eigenlijk zo'n buurtinformatienetwerken, dat zijn echt wijken die samenkomen, buren die elkaar leren kennen, wat heel goed is dat je elkaar leert kennen, en die dan iemand aanduiden die in contact staat met de politie en dat er dan specifieke problemen, drugsproblematiek, diefstallen en zo verder worden gesignaleerd naar de politie. En de politie geeft ook informatie terug naar de buurt en dat verstevigt alleen maar. Dat werkt heel goed. We zien in Schaarbeek WhatsApp-groepjes die ontstaan, maar die niet de link hebben met de politie. Dus je ziet, de Schaarbekenaars zijn plantrekkers. Ze nemen het heft zelf in handen, maar het is jammer dat dan de... Goed, ze mogen het recht niet in eigen handen nemen, lees je dan? Ze informeren elkaar, ze leren elkaar kennen. En je moet dat ook zo zien, het is goed dat buren elkaar leren kennen. Zouden ook een barbecue kunnen houden. Maar dat gebeurt ongetwijfeld ook via die WhatsApp-groepjes. Oké, en iets anders, nog zo'n pleidooi, de camera's. Onder meer in Gent wil de N-VA er meer, hebben we al gehoord. In Brussel horen we gelijkaardige vragen. Willen jullie in een stad wonen die vol camera's hangt? Axel Ronsen. Wel, ik ga een voorbeeld geven in Kortrijk. In Kortrijk hebben we de laatste 6 jaar enorm geïnvesteerd in die camera's. Wat hebben we gezien? Dat de problematieken dan zich soms verlegden naar andere buurten. We hebben daar dan ook camera's gestoken. En we zien toch dat dat tot een aanzienlijke daling van de criminaliteit heeft geleid. Ja, maar goed, waar stopt het, hè? Als dealers op hetzelfde pleintje afspreken, je hangt er een camera, die zoeken een ander plein. Je kan er opnieuw een camera hangen, maar waar stopt het op het moment? Ik ga je zeggen, wij hebben in ons programma, en we worden daarin gevolgd door nogal wat partijen nadat we dat voorgesteld hebben, nog 2 extra zaken gestoken. 1, we gaan die camera's intelligenter maken. Vandaag, als de politie beelden moet bekijken van bijvoorbeeld een verdachte man met een blauwe pull, dan moet ze uren naar die beelden kijken. We hebben nu een systeem voorgesteld waarbij men kan filteren op bepaalde type kledij en zo, zodanig dat mensen sneller
worden geïdentificeerd op die beelden. Maar twee, tegelijk in Kortrijk gaan we naast die camera's ook investeren in een mobiele fietsbrigade van de politie. Waarom? Omdat we zien dat er heel wat buurten zijn waar er wat overlast is, jongeren hangen, noem maar op. Zo'n mobiele fietsbrigade, bestaande uit agenten die ook een voeling hebben met wat bij de jongeren leeft, kunnen veel sneller op vlak van preventie en zo meer gaan werken. Ook sociale media. We hebben vastgesteld, onze politiezone heeft eigenlijk nog geen echt uitgewerkt beleid rond sociale media. Om het te monitoren, daar kun je dingen gaan monitoren. Ja. En ik denk dat dat iets is. Maar goed, de initiële vraag was, wil u in een stad wonen, Manuela van Werden, waar u voortdurend gefilmd wordt? Ik weet wel, u heeft wel wat ervaring met camera's natuurlijk, maar het gaat over andere camera's op straat en je wordt voortdurend gefilmd. Wil je in zo'n samenleving wonen? Leven. Ja, ik heb er geen problemen mee. Dat is het veiligheidsaspect ook. Er zijn ook mensen die verschrikkelijk veel moeite hebben. Gaat boven privacy dan? Privacy op straat. Je zal maar met je minnaar afgesproken hebben of je minnares. En ja, het leven maar dat zullen je niet voor in de cel belanden, neem ik aan. Nee, dat denk ik niet. Want zij dat die minnaar. Maar goed, het gaat natuurlijk de vraag. Ik weet dat er niks gebeurt en dat ze in de tram kunnen nemen zonder dat ze het. En dan kunnen we daar gerust een beetje privacy voor opgeven. Dat vind ik wel, ja. Voor veiligheid wil ik mijn privacy. Maar moeten ze worden aangepakt. Ik kan het niet zo op een beloop laten. Dat is wat er nu aan. Heb je de serie Politie 24/7 gezien in Antwerpen? Hoe perfect dat werkt met die camera's? Hoe dat je inderdaad die kleine criminelen toch kunt oppakken en zorgen voor dat de buurt een beetje veiliger wordt. Het is duidelijk, jullie hebben jullie punt gemaakt. Jullie willen camera's iets anders, Manuela van Werden. Antwerpen, de stad waar u opkomt, heeft een lage emissiezone ingesteld. Mm-hmm. Brussel ook trouwens. Goed, daar is het geen stadsbestuur die dat gedaan heeft, maar de gewestregering. Trouwens, goed gedaan in Brussel? Dat is heel slecht aangepakt. Hè. Ik ben al blij dat u weet dat er een lage emissiezone is, want veel mensen weten het niet eens. Het is eigenlijk sinds 1 januari invoegen. Ik heb nog geen enkel formulier in mijn brievenbus gekregen daarover. Nee. Het is geen informatie en dat is echt alleen. De aanpak is aberrant. Ja. Ik heb vorige week vernomen via Brusselse media dat men nu eigenlijk echt begonnen is met... Ja, met het is toch wel... Vallig, ja. Goed, maar in elk geval was het in Antwerpen nodig. De lage emissiezone, wel. Ik denk dat het binnenkort in elk stadsgedeelte nodig is, in elke centrumstad nodig is. We hebben daar sterk op ingezet, inderdaad, op die lage emissiezone. De luchtkwaliteit is ook verbeterd, 20% stikstof minder, 20% roet minder. Er zijn natuurlijk altijd problemen. Je hebt in een binnenstad smalle straten met hoge gebouwen, dan heb je zo die street canyons. Is het daar beter? Dat moeten we nog een beetje bestuderen. Ja, maar, eigenlijk hebben we dat bestudeerd. Wij hebben dat niet gedaan, de standaard heeft dat gedaan door middel van het onderzoek Curieuze Neuzen. Dat was de naam van het onderzoek. Ja. De resultaten van Antwerpen waren eigenlijk niet zo goed, hè? Voor Antwerpen in het Curieuze Neuzen onderzoek? Als je ze afzet ten aanzien van Gent bijvoorbeeld, waren de resultaten in Antwerpen minder goed dan Gent, die in Gent? Ja, waar men dan ook een heel ander iets heeft toegepast, hè, in het centrum. Hè. Een circulatieplan. Een circulatieplan. Ja, maar dan zijn er weer andere mensen die klagen. Hè? Ik weet het, maar dan kan je afvragen, als je bezorgd bent om die luchtkwaliteit, ben je dan niet beter af met een circulatieplan? In plaats van een lage emissiezone? Een circulatieplan, je moet je wensen niet voor werkelijkheid nemen. Een circulatieplan in een stad zoals Antwerpen, dat is, je kunt ook zeggen, we gaan alle auto's bannen uit het stadscentrum. Dat is niet realistisch. Die knip, daar is al zo ontzettend veel commentaar op gekomen. Op de leien bedoel je? Op de leien, ja. Dat is gewoon niet realistisch. Ja. Denk ik. Goed, de luchtkwaliteit blijft als... Dat is niet alleen aan de auto's, je hebt ook een haven. Brussel natuurlijk. Die hebben ze in Gent ook. Het is kleiner, ik weet het. Maar goed, die hebben ze in Gent ook. Ja. Heel aanvullend op wat Manuela zegt. Ik ben zelf niet van Antwerpen, maar als ik kijk naar alle steden, de stad die het meest investeert in die lage emissiezone, is wel Antwerpen. Nee, zij zijn erin geslaagd om effectief die overkapping te gaan realiseren. Het is een stad die nu enorm, het voorbije 6 jaar, wij kijken daar, ja, maar los daarvan zelf, wij kijken daar ook vanuit Kortrijk met toch wel een kleine jaloezie naar hoe zij heel die stad aan het vergroenen zijn. Hè. Als je kijkt wat ze gaan doen met de gedempte zuiderdokken en zo meer. Ja. Nodig u uit om binnen 6 jaar te gaan spreken over die... Maar goed, vandaag stellen we toch vast, en dat kan u toch niet ontkennen, dat het onderzoek Curieuze Neuzen van de Standaard heeft aangetoond dat de resultaten in Gent beter zijn dan die in Antwerpen. Dat kan u toch misschien niet ontkennen. In het oude stadsgedeelte, ja. Maar in Gent heb je dan weer sluipwegen ontwikkeld. En dan, ja, het verplaatst zich het probleem. Hè. Het verplaatst zich naar de buitenrand. En die mensen zitten met dubbel zoveel emissie. Maar misschien is het een pleidooi om een lage emissiezone in heel Vlaanderen op te richten. Want laat ons wel wezen, we wonen in een grote stad. Hè, absoluut. In Vlaanderen. Ja, maar wij willen ook tegen het
Tegen het einde van het jaar zal 95% van de stad lage emissiezone zijn. Het is niet alleen een kwestie van de auto uit de stad halen. Het is echt voor ons een en-en-verhaal. Het velogebruik is bij ons verdrievoudigd. Wij zetten in op het openbaar vervoer. Ja. We hebben 17 kilometer tramlijnen opnieuw aangelegd. We hebben de missing links waar Sieltje in de fietspaden hebben, waar Sieltje daarnet over sprak. 120 hebben we er. Dus we stimuleren echt de mensen, maar we zeggen niet van je mag niet meer met de auto in, alleen met zwaar vervuilende wagens. De zware diesels, sorry, maar ik vind ook, ik woon in de stad, het stinkt en het is niet gezond. Je kunt dus maar zoveel mogelijk de mensen mobiliseren. Er moet een mindshift komen bij de mensen. Sieltje van Achter, ik hoor je zeggen, de zware diesels moeten weg. Dat hebben ze in Antwerpen gedaan. Ja. Dat willen ze in Brussel, op gewestniveau dan ook. Creëer je ook geen sociaal deficit dan? Want wie het zich kan permitteren, wie rijk genoeg is, die koopt zich dan wel een nieuwe auto. Natuurlijk, er zijn heel veel mensen. En Brussel, Antwerpen, Gent ook, zijn steden met een groot deel van de bevolking dat arm is, die nieuwe wagen niet kunnen kopen. En doorgaans een tweedehandswagen kopen en als het een beetje tegenvalt, de afgeschreven bedrijfswagen op diesel. Hoe kan je dat sociaal deficit oplossen? Je ziet dat in Brussel al was niet, dat ze niet in slagen. Hè. Wat dat in Vlaanderen bijvoorbeeld al is ingevoerd, is een groene verkeersbelasting. Hè. In Brussel is er nog steeds geen groene verkeersbelasting. Dus we staan heel ver met de verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel. Maar dat is juist, denk ik, voor het sociale aspect. Hè. Dus de PS en alle anderen, zij willen natuurlijk niet raken aan de kleine vervuilende wagen. En daarover gaat het. Maar je moet natuurlijk moedige keuzes maken. En dan denk ik dat dat wel nodig is. En in Vlaanderen zijn ze erin geslaagd, maar in Brussel alvast nog niet. Die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om zich morgen een nieuwe wagen aan te schaffen. Maar degene die zich kan permitteren, die vindt het prima, hè, lage emissiezone. Maar als je het openbaar vervoer uitbouwt, heb je ook geen reden meer om de wagen te nemen. Zo ver moet je geraken. In Brussel merk maar de helft van de mensen die eigenlijk al dat weet ik wel. Dat weet ik wel, maar dan zeg je eigenlijk, rijke mensen nemen de auto en de anderen mogen op de bus. Over 20 jaar rijden we allemaal op waterstof of op elektriciteit en is dat probleem ook opgelost. Ja. Axel Ronsen, een van uw coalitiegenoten in Kortrijk. De SPA pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een circulatieplan. We horen in Gent dat men daar geen fan van is bij de N-VA. Ik hoor Manuela van Verde zeggen, in Antwerpen gaat dat ook niet werken. Is voor jou not done in Kortrijk? Maar ik denk dat je niet alles over één kam mocht scheren. Hetgeen waar de socialisten in Kortrijk voor pleiten is trouwens ook een verhaal dat door andere partijen gebracht wordt. Ook wij zeggen van kijk, het principe moet zijn, door en trouwens Kortrijk kunt je niet vergelijken met Gent of Antwerpen. Wat we vaststellen in Kortrijk is dat er heel veel doorgaand verkeer, zowel in de deelgemeenten als het centrum, rijdt. En wij zeggen, daar mag eigenlijk enkel nog bestemmingsverkeer komen. En hoe gaan wij dat oplossen? Bijvoorbeeld in woonbuurten gaan wij met trajectcontroles werken. Om ervoor te zorgen dat dat verkeer ontraad wordt om door die woonbuurten te gaan. Ik zeg altijd tegen onder andere de socialisten, er bestaat geen knop waarop dat geduwd en dat je heel je verkeerssituatie gaat oplossen. Zo'n circulatieplan of alles in fietsstraten steken of zo, dat is geen wonderoplossing. Je moet tegelijk werken aan ook mogelijkheden voor het doorgaand verkeer om op een vlotte manier naar hun bestemming te raken. Het is altijd een als je niet in het centrum van Kortrijk moet zijn, dan moet je daar ook helemaal niet door zijn met de absoluut wagen. Ja, en niet doorrijden. Wat nog een ander probleem is, dat tegenwoordig iedereen maar online bestelt. En al die kleine busjes, die moeten de stad in voor 1, 2, 3, 10 pakjes af te leveren. Ik zie veel fietscouriers die dat doen. Ja, maar ik zie in Antwerpen ook veel vans. En Kortrijk de kleine ook van die busjes. Ja, die staan bij mij voor aan de deur. Er zijn heel veel starters in een aantal steden, in Brussel onder meer, die dat met de fiets doen. Over Brussel gesproken, luchtkwaliteit is toch een thema, mag ik hopen, voor de N-VA in Brussel. Uiteraard. De wekelijkse acties onder de noemer Filtercafé Filtré zijn ook in Brussel begonnen, in een Brusselse school. Zijn dan uitgedijnd naar de rest van Brussel en Vlaanderen. Op welke manier kan je dat luchtprobleem dat in Brussel aanpakken? Maar dus mijn collega Lisbeth Daane, die in het Brusselse parlement daar heel hard op werkt, die echt probeert de minister
te bewegen om actie te nemen. Want bijvoorbeeld, het is al een heel groot probleem, we hebben nog niet eens deftige meetpunten. Het meetpunt op de Wetstraat is de hele tijd buiten gebruik geweest. Je hebt heel het plan voor elektrische laadinstallaties voor wagens, dat maar niet uitgerold geraakt. Je hebt op heel wat aspecten dat wij inderdaad oppositie voeren, maar het gaat gewoon niet snel genoeg voor. We hebben kijkers uit andere steden en gemeenten en die moeten we natuurlijk duidelijk maken dat een aantal zaken die in de rest van Vlaanderen bij de steden en gemeenten liggen, in Brussel bij het gewest. Gelukkig dat dat nog bij het gewest kan je lokaal dingen doen als lokaal bestuur? Stel dat je morgen in de gemeenteraad van Schaarbeek het voor het zeggen krijgt en het Schepencollege komt, kan je lokaal dingen doen? Uiteraard kan je lokaal dingen doen. In Schaarbeek is er niet eens een fietspadenplan. Er is geen fietspadenplan. Ik weet niet waar de fietspaden gaan gelegd worden. Dus daar, op gewestniveau is er een fietspadenplan dat pas na 2 jaar te pakken krijgt. Dus als jij morgen schepen van mobiliteit bent in Schaarbeek, ik wil een mobiliteitsplan voor Schaarbeek met een duidelijk plan dat zegt doorgaand verkeer op de hoofdassen, autoluverkleren op de woonwijken. Ja. Ik wil weten waar de fietspaden komen. Ik wil weten wat er gedaan wordt aan het verzadigd openbaar vervoer. Maar zo'n plan is er niet eens. En dus dat is nog maar de basis. Je moet een plan hebben met een timing en een budget. Heel simpel. Maar dat is wat er ontbreekt. We hebben het gehad over veiligheid. We hebben het gehad over mobiliteit. Ik wil eens terugkeren naar het begin van ons gesprek. De ambitie van de N-VA om nog verder te groeien. Daar heb je natuurlijk een volk voor nodig. Verloopt de screening goed genoeg? En ik ga niet beginnen over Schild en Vrienden en de panenreportage. Hoewel nog voor er van die reportage sprake was, Axel Ronsen, heeft u iemand in Kortrijk de deur moeten wijzen? Goh, nu spreekt u over iets. 3 jaar geleden hebben wij inderdaad iemand uit de partij gezet, omdat wij vaststellen dat die persoon zijn waardenpatroon absoluut haak stond. Het is trouwens al 4 jaar geleden op alles wat met onze partij te maken heeft gehad. Dat is 4 jaar geleden gebeurd, ja, punt aan de lijn. Maar goed, dat is natuurlijk mijn punt. Hè. De screening, gebeurt die goed genoeg? Want ik kan me voorstellen, je bent een groeiende partij. Mensen willen hun wagonnetje aan de trein van de N-VA hangen. En heb je voldoende zicht op wie je binnenhaalt? Ik ben het eens gaan nakijken. Borgloon, Haaltert, Denderlee, Putten, Turnhout. Op al die plaatsen was er tijdens de afgelopen legislatuur een tijd onbestuurbaarheid. De onbestuurbaarheid is toen ingeroepen en telkens was de N-VA betrokken. Heb je voldoende zicht op wie je binnenhaalt, Silje? Ja, ik denk het wel. We zijn echt een partij ook die de zaken aanpakt. En uiteraard haal je soms mensen binnen die vijf, niet op. Ik kom aan 5 gemeenten, 5 We zijn heel snel gegroeid. Dus dat klopt. Dus, en je kan inderdaad eens mensen binnenhalen die minder zijn. En dan pakken wij dat ook aan. Ik heb het ook bij ons, bijvoorbeeld in Anderlecht, gaan wij nu met andere mensen verder, omdat we zoiets zeggen van kijk, wij willen met die mensen verder gaan. En dat gebeurt uiteraard, dat is zo, maar ik denk wel dat wij de screening heel goed doen, dat wij heel goed opvolgen van onze mensen heel goed opvolgen en ook heel veel steun geven. Mensen moeten ook de tijd krijgen om te groeien, om ons verhaal te kennen en om te groeien in de functie. Want in de politiek stappen, dat is ook niet zo eenvoudig. Er wordt verwacht van jou van dag 1 om alles van de alles te kennen. Dus je moet mensen ook de tijd geven. Ik denk dat dat wel gebeurt en ik heb er ook alle vertrouwen in. Ook in Antwerpen geen plaats voor Schild en Vrienden, neem ik aan. Maar nee, absoluut niet. Alles wat met racisme en seksisme te maken heeft, maar zowel links als rechts veroordelen wij. Daar hebben we echt geen. Maar ik wil niet het proces hier maken van Dries van Langenhoven. Ik denk dat eerst het proces moeten afwachten. Daar hebben we het in eerdere uitzendingen al over gehad. Ja. Het zijn ook provincieraadsverkiezingen. Het is bekend dat jullie een coole minnaar zijn van het niveau, de provincies. Iemand van jullie die gaat deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen? Nee. In elk geval, wat moet er met de provincie gebeuren, Axel Ronsen? Want ik weet het, we gaan het pas volgend jaar weten na de gewestverkiezingen. Maar goed, we nemen vandaag wel deel aan die provincieraadsverkiezingen. Ik ga dat zelf niet doen, maar de partijen gaan dat doen. Maar wat moet er met de provincies gebeuren? Ze zijn al een stukje uitgekleed, verder uitkleden. Wel, laat mij eerst en vooral zeggen, ons verhaal gaat over een verhaal over structuren, niet over bevoegdheden. Nee. Want er zijn heel veel mensen die soms naar mij komen, ja, de provincie bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, rond mensen met een beperking, opvangmogelijkheden en zo, die doen goed werk. Ja, natuurlijk, dat zijn bevoegdheden die belangrijk zijn. Ons verhaal gaat eerder over de structuur. We zitten met een teveel en een inflatie aan structuren in Vlaanderen, waardoor een kat daar jongen niet mee terugvindt. Je voelt ook bijvoorbeeld in West-Vlaanderen die provincieraadsleven geen hond die daarmee bezig is. De kiezer is daar niet bewust mee bezig, weet ook niet wat die provincie doet. We hebben die provincie de voorbije legislatuur op Vlaams niveau afgeslankt. Hè.
De deputatie is gehalveerd, het aantal provincieraadsleden wordt sterk verminderd. De bevoegdheden zijn weg en als van jullie afhangt gaan... Dan worden de provincies absoluut afgeschaft op termijn. We moeten ook gaan naar grotere steden en gemeenten. Daar moeten we ook een inhaalbeweging doen. Als ik zie hoeveel dingen steden en gemeenten soms allemaal afzonderlijk doen, terwijl als je daar wat schaalgrootte in zou krijgen. En daarmee bedoelen we niet... Gecontroleerde schaalgrootte of intercommunales waar we niet altijd van weten wat daar gebeurt? Ik heb het liever voor gecontroleerde democratische schaalgrootte, want het probleem met intercommunales is de moral hazard. Er zijn er zodanig veel die eraan deelnemen dat er niemand meer verantwoordelijk is voor wat erin gebeurt. Oké, maar als van jullie afhangt een verdere uitkleding of zelfs afschaffing van de provincies, Siltje van Achter, toch nog één vraag over, over Brussel. Uw partij voert daar campagne in het Frans. Nu, ik kan me voorstellen dat dit bij sommige mensen een beetje bizar overkomt, dat een partij als de N-VA, Vlaams-nationalistisch, in het Frans campagne voert. Mag ik daar heel even iets op zeggen? In Antwerpen zijn er mensen die Arabische folders rondsturen. Ja, maar die zitten hier niet aan tafel. Ik kan het dus ook niet vragen aan hen. Ik kan het hen niet vragen waarom zij dat doen. Maar ik kan het wel vragen aan Siltje van Achter waarom dat in het Frans gebeurt. Wij voeren campagne in de twee talen, inderdaad. Nederlands. Onze hoofdtaal is uiteraard Nederlands. We hebben Nederlandstalige werking. Iedereen op onze lijsten spreekt ook Nederlands. Want anders kan je niet in de werking meedraaien. Maar we voeren ook wel campagne in het Frans. Mijn folder is bijvoorbeeld in de twee talen. Omdat onze verhaal echt aan iedereen aanspreekt. We hebben het over veiligheid, goed bestuur, betere bereikbaarheid. Dat zijn echt... Krijg je een identiteitsverhaal verkocht aan de vaststaande? Ja, zelfs dat. Want als we zeggen over... Kijk, er zijn hier heel veel mensen... En ik ga veel de straat op. Hè. Ik begin in het Nederlands. Ik spreek altijd goeiedag. Hè. Als dat niet lukt, ga ik over naar het Frans. Als dat niet lukt, ga ik over naar het Engels. En dan nog vaak lukt het niet. Hè. Dus de mensen hebben wel... begrip voor het feit dat wij zeggen van de taal is belangrijk. Je moet Nederlands spreken, je moet Frans spreken, je moet je kinderen kunnen helpen op school. De taal is belangrijk, en als je dat aan een Franstalige zegt, dan zeg je het is belangrijk dat je Frans spreekt. Uiteraard is het, ja, maar er zijn heel wat mensen die geen van beide, die niet nog Nederlands, nog Frans spreken. En dat is echt een groot probleem. En ook als ik aan een Franstalige uitleg van kijk, het is niet normaal dat ze in Schaarbeek niets doen voor de Nederlandstalige jeugd bijvoorbeeld. Ja, Franstaligen begrijpen dat ook wel. 20% van de kinderen gaan naar Nederlandstalig onderwijs en toch doet de jeugddienst niets voor hem. Geen vakantieopvang in Nederlands enzovoort. Ik kan dat ook uitgelegd krijgen aan een Franstalige. Dus mijn programma is hetzelfde programma voor Nederlandstalige en Franstalige, maar ik moet natuurlijk boodschap verkocht krijgen en daarom ook het Frans. Dit is alles waar we tijd voor hebben. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar onze studio. Manuela van Verden uit Antwerpen, Axel Ronsen uit Kortrijk en Siltje van Achter uit Schaarbeek. U beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.